Nou ja, dit is natuurlijk Stompwijk, gemeente Leidschendam. Maar als het aan mij ligt, gaan we daar zoete wouden van maken. Bij deze. Het zal nog wel even duren voor het zover is, maar Oliehoek is er wel serieus mee bezig. Precies op de oude grens tussen Stompwijk en Zoeterwoude legt hij uit waarom. Er loopt een mooi boerenlandpad doorheen. We hebben veel meer met Zoeterwoude. Het ligt gewoon strak tegen Stompwijk aan. En eigenlijk doen we al heel veel met Zoeterwoude. Veel meer dan met Leidschendam. De oprukkende stad is een schrikbeeld voor Oliehoek. Aan de andere kant maakt hij zich ook zorgen over de leegloop van zijn dorp. Er is nog een supermarkt, maar dat is het wel zo'n beetje. De gemeente Leidschendam-Voorburg bouwt onvoldoende huizen voor de Stompwijkers, vindt hij. Er staat zelfs nog een hele oude grenspaal. Kijk, hier staat Zoeterwoude met een S. Wil Zoeterwoude eigenlijk wel op uw avances ingaan? Nou, die blijven natuurlijk nog een klein beetje op de vlakte, want die vinden echt dat dat vanuit Stompwijk zelf moet komen. En dan, daarna gaan we kijken van hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. En wat willen de Stompwijkers? Ik denk wel dat die liever bij Zoeterwoude zijn. Maar dat zal blijken en dat moet natuurlijk ook uit het onderzoek komen. Maar u denkt het is niet onmogelijk? Nee. Als je waar er wil is, is er weg. En ik denk als we er met z'n allen achter staan, dan moet je dat voor elkaar kunnen krijgen.